Het is niet zo heel moeilijk. De hond moet aan de lijn in het bos en mag dus niet zomaar loslopen. Hier. Boswachter Erik de Jong kent de gevolgen. De viervoeters gaan achter de reeën aan en proberen hen te pakken. Dan kan het zomaar gebeuren dat ze een ree doodbijt, hè? Wat we dus gisteren gehad hebben. Of dat ze hem heel ernstig verwonden. En als dat niet zo is, dan heb je een goede kans dat die ree van de stress doodgaat. De reeën kunnen heel slecht in stress. Oeh, daar ligt de reebok. Twee zelfs. Ja, het zijn mooie dieren om te zien, maar ze zijn nogal schrikachtig. Zo rennen ze weg als er een hond achter ze aan zit en het gebeurt regelmatig dat ze de weg oprennen en worden aangereden. En soms zelfs krijgt een hond ze dus te pakken, zoals gisteren. Nou, kijk, hier ligt hij nog. Je ziet dat die achterkant helemaal opengebeten is en hier zitten overal die sneeën in zijn hals hier. Meerdere steken zitten hier, dus hierboven op zijn rug. En hier ook. Ja, ik kan me voorstellen, als jij een zwaar gewond reetje bij hebt, wat je hond hebt aangericht, wat nog leeft, ja, dat je daar zo gauw ook een eind aan wil maken. Dat kan ik me voorstellen. Het is mogelijk dat in een soort paniekreactie iemand geprobeerd hebt om het diertje uit zijn lijden te verlossen. Weet je waarom we hier zijn met de cameraploeg? Vanwege loslopende honden. Deze mensen komen eraf met een waarschuwing, maar een boete is meer dan 100 euro. En valt een hond dieren lastig, dan wordt dat gezien als een misdrijf en moet u nog veel dieper in de buidel tasten.